Ik heb hem al aangekondigd. Paul Voorthuizen, hartelijk welkom. Film- en televisieproducent en bekend van series zoals bijvoorbeeld Bernard Schavuit van Oranje en Sorry Minister. U heeft de rechten verworven van het boek Vastgoedfraude. Ja, dat klopt. En gaat daar een film of een televisieserie van maken. Althans, dat is uw voornemen. Nu schijnt dat een beetje een enge affaire te zijn. Want er is één producent voorgegaan, die heeft ervan afgezien, want die was een beetje bang. Bent u dat niet? Nee, ik weet de details natuurlijk niet waarom die andere procent is afgehaakt. Daar gaan we het zo meteen over hebben, hoor. Ja, maar ik ben daar niet zo bang voor. Nee. Wij zullen alle personages recht doen. Kijk, dat belooft veel. Nou, het gaat om, ja, om de grootste vastgoedfraudezaak ooit in ons land. Enorm veel mensen bij betrokken, enorm veel bedrijven zoals de Rabobank en Philips Pensioenfonds. De zaak is op dit moment nog onder de rechter. Er zijn wel allerlei schikkingen getroffen, maar de hoofdrolspelers moeten nog aan de beurt komen als het gaat om een strafproces. We hebben de schrijver van het boek, een van de schrijvers van het boek Vastgoedfraude aan de telefoon. Hij zit in de studio in Amsterdam. Vasco, ja, van der Woon. Ja, ja, goedemiddag. Hallo, daar bent u. Ja hoor. Ja. Okay. Kunt u nog even ons geheugen opfrissen hoe het ook alweer gegaan was? Rabo en Philips zijn samen voor een kwart miljard opgelicht. Hoe is dat precies gegaan? Nou ja, volgens justitie gaat het erom dat de directeuren van die gerenommeerde bedrijven hun eigen bedrijf zouden hebben bestolen. En ja, dit kwart miljard schade, misschien is het wel veel meer. Want dat kwart miljard schade is berekend aan de hand van een dozijn uitgerechercheerde vastgoedprojecten. Maar de Rabobank die zegt dat alle 550 vastgoedprojecten van bouwfonds tussen 1995 en 2006 frauduleus zijn. Wat was nu precies de formule waardoor ze hun eigen bedrijf benadeelden? Ja, die directeuren die hadden eigenlijk de mogelijkheid om in hun eentje toegang te krijgen tot de brandkast van het bedrijf, zeg maar. En niemand controleerde hen. Ze deden de brandkast open, pakten de geld uit, gooiden dat het raam uit en lieten dat door handlangers opvangen. En een paar jaar later keerden ze terug bij die handlangers en vroegen ze dat geld weer terug. Ja, zo simpel was het eigenlijk. Ja, ja, er is nog één ding wat mij intrigeert. Ook door het veel te goedkoop kopen van onroerend goed. Dan dacht ik, ja, hoe kan dat zo makkelijk? Dat zou ik ook wel willen, een veel te goedkoop huis kopen. Ja, of te duur iets kopen of verkopen. Ja, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Ah, okay. Of het te duur of te goedkoop was, dat maakte hen eigenlijk niet uit. Als ze maar aan het eind het geld wat ze bij bouwfonds en Philips stalen zelf weer terug konden krijgen. Ze moesten in ieder geval ontzettend veel mensen moesten ze smeergeld geven om dat allemaal bij elkaar te kunnen verdienen. Ja, dus daarom gaat het over zoveel mensen. Ja, de hoofdverdachte had een heel legertje achter zich. Justitie heeft op een gegeven moment zelfs 50 natuurlijke personen als verdachte aangemerkt. Ja, enorm. Ja, en dan heb je daarnaast natuurlijk ook nog de mensen die, ik wil niet zeggen, deden alsof hun neus bloedde, maar misschien gewoon echt niks geweten hebben, terwijl dat wel had gemoeten, niet opgelet hebben. Ja, dat is een hele grote groep. Nog groter dan de daadwerkelijke verdachte, hè? Ja. Groep. Ja. Is dat nu, na deze affaire, het proces loopt nog, et cetera, affaire is eigenlijk een eufemisme, maar goed, zou het hierna nog mogelijk zijn op deze schaal, denk jij? Ja, zeker weten. Ja? Ja, dat zegt u wel heel erg gedecideerd. Ja, het gebeurt nu op het moment dat wij uitzenden gewoon nog aan de lopende band. Ja. Ja, dat denk ik wel. Je zegt er eigenlijk bij dat de controlerende instanties hier dan niet echt veel van geleerd hebben. Ja, dat gaat heel traag. De reactie van de politiek en de overheid op het aanpassen van de regels om dit soort fraude tegen te gaan. En ook de markt zelf, de partijen zelf in de markt, die zouden ook allerlei dingen kunnen doen om de frauderisico's te beperken. En je ziet dat maar heel moeizaam gaat. Twee jaar geleden, toen was die hele markt nog in een ontkenningsfase. En dan zeiden ze, het is een klein groepje die dit heeft gedaan. En aan de andere kant hoorde je ook, iedereen doet het, dus so what. Dus heel tegenstrijdig. Allerlei vergoeilijkende reacties. En ja, nu is het toch wel zover, geloof ik, dat in ieder geval bij de belangrijkste bedrijven in de vastgoedmarkt het besef is doorgedrongen dat er iets gedaan moet worden. Maar wat precies, daar kunnen ze het nog niet over eens worden. Nu gaat Paul Voorthuizen, die hier dus bij ons zit, een serie of een film maken van uw boek. Ja. Er is hem iemand voorgegaan, een producent. Dat was iWorks, heet dat, meen ik? Ja, ja, van Reinoud Oernemans. Van Reinoud Oernemans. En die Reinoud Oernemans heeft daarvan afgezien, eigenlijk omdat hij zich min of meer bedreigd voelde vanuit de vastgoedwereld. Ja, Reinoud was aanvankelijk super enthousiast. Een belangrijk boek, maatschappelijk heel belangrijk en moet verfilmd worden. En daarna
ja, nou, de heel veel roddels zijn hier omheen ontstaan. Wat wij in ieder geval zeker weten is dat hij vanuit de kring van verdachten is aangeschreven van meneer Oerlemans, als u hier een film over gaat maken, dan stellen wij u hierbij nu al juridisch aansprakelijk voor de geleden schade en alle in de toekomst te lijden schade. Mm-hmm. En nou, die aansprakelijkheid die heeft hij eigenlijk willen afwentelen op ons als schrijvers van het boek. Het boek wat ik samen met mijn collega Gerben van der Marel heb geschreven. Goed, dat u die heeft en tegelijkertijd eiste hij een maximale creatieve vrijheid. Wij zouden dan over hoe de film er uiteindelijk uit zou komen te zien, zouden we niks te zeggen hebben. Nou, ja, dan moet je voorstellen. Stel nou dat hij allerlei seks, drugs en rock en roll erin had gedaan om het boek wat sjeuiger te maken en meer voor film geschikt te maken. En dan zouden wij vervolgens dan als auteurs van het boek aansprakelijk zijn voor als hij van de hoofdverdachte een nou ja, ik noem maar wat. Nou ja, goed. Het was dus een constructie waar niet mee te werken viel, dat begrijp ik. Heeft u toen het boek uitkwam, eigenlijk ook al voordat het boek uitkwam, eigenlijk ook schadeclaims in het vooruitzicht gesteld gekregen? Van, u noemt in dat boek echt de bedrijven en mensen met naam en toenaam. En om het boek een beetje overzichtelijker te maken, hangen u en uw collega Van der Marel bijna elk hoofdstuk ook op aan één met name genoemd persoon. Ja. Dus heel dichtbij de nog levende mensen. Ja, dat is ook omdat het anders wordt het. Kijk, het is zo'n immense affaire. Het zou onleesbaar zijn als je alleen maar transactiedaten en BV-namen en eurobedragen zou noemen. Je moet de mens achter die fraudevermoedens laten zien. Frauderen is ook mensenwerk. Het is niet iets wat van bovenaf door God gegeven een samenleving binnensluipt. Of het is niet een natuurwet. Je ziet in deze affaire dat de mensen ook kiezen om te frauderen. En andere mensen hebben gekozen om niet te frauderen. Nou, ja. Daarom hebben wij ook een beetje de mens achter de fraudeverdenkingen proberen te laten zien. Ja, wij zijn ook wel aangesproken. Maar aan de andere kant, we werken voor het Financieel Dagblad. We schrijven heel veel over belangen en conflicten in de financiële wereld. En het FD is het wel gewend. Nou, het is echt de usance aan het worden. Ja, de juridisering van de journalistiek noemen we dat hier dan met een mooie term. Oh, dat is wel eens leuk voor ons juridische panel van hedenmiddag. Of gaan we eens even keer voorleggen, ja. Laten we even naar de film Paul gaan. Paul Voorthuizen, ja, film- en televisieproducent, net de rechter verworven van het boek. Hoe lang precies? Hoeveel dagen? Nou, inmiddels alweer anderhalve maand. Maar anderhalve maand? Ja, maar ik was er helemaal in het begin ook bij. Eigenlijk voordat iWorks de uitgever benaderde. Maar ja, die hadden een aanbod wat voor de uitgever op dat moment aantrekkelijker was. Ja, is het usans om bedragen te noemen in het openbaar? Over wat dat kost, zo'n rechten op zo'n boek? Nou, dat is vaak gerelateerd aan het budget van een film of van een serie. En dan moet je denken aan een bedrag van rond de 3% ongeveer. Mm-hmm. Ja. Hij had het net, de schrijver van het boek, Vasco van der Boon, over je moet om het een beetje draaglijk, wil ik zeggen, dat is niet goed, een beetje leesbaar te maken, het boek, moet je de mens naar voren halen. Hè? Ja. En dan, gaat u dat in de verfilming ook doen? Of gaat u zich heel erg strikt aan het juridische, chronologische verloop houden en in elk geval de seks, drugs en rock and roll, als die er ook echt niet waren, ook maar achterwege laten? Nou, wij gaan natuurlijk geen documentaire maken. We gaan een dramaproductie maken, fictie. En we zullen de personages dus ook romantiseren, dramatiseren. En ja, je haalt daarbij allerlei trucs uit. Personages worden gecombineerd. Het wordt inderdaad ook de kern van het verhaal blijft natuurlijk overeind. Mm-hmm. Maar je gaat het wel zo bewerken dat het ook leuk is en spannend is en leerzaam is om naar te kijken. Jullie kiezen een courtroom-drama, een rechtbank-drama. Ja, zodat je... Waarom is dat? Ja, dan kun je letterlijk recht doen aan alle personages. Je kunt daarin voor- en tegenstanders, schuldigen, onschuldigen, kun je aan het woord laten. En wat natuurlijk het mooie is, die civiele procedure is er al. Die is afgerond. Die strafprocedure die loopt binnenkort. Dus je hebt ook heel veel materiaal wat gewoon de realiteit maar is. Is het niet veel spannender? Althans, misschien spreek ik hier onbewust mijn eigen voorkeur uit. Maar neem een film als All the President's Men. Dat gaat over Watergate. Met Robert Redford en dingetje. Ik ben even Dustin zijn naam kwijt. Hoffman. Dustin Hoffman. Dat begint helemaal in het begin. Met een heel klein dingetje. En veel gezeur met zijn hoofdredacteur. Dat moet je helemaal geen tijd aan besteden. Helemaal onzin. En dan ontwikkelt zich. Dat wordt groot. Dat wordt... Nou,
we weten allemaal hoe het afgelopen is. En dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Hè? Gewoon heel klein beginnen. En het eindigt met die inval van die honderden rechercheurs overal in 3-4 steden in Europa. Ja. Of is dat te duur? Want dat kan ook nog. Dat heeft niet met geld te maken. Maar het voordeel van een courtroom drama, denk aan de John Grisham verfilmingen, is dat je stappen kunt nemen. Runaway Jury en zo. Ja, je hoeft dus niet het verhaal helemaal chronologisch te vertellen, maar je kunt het sneller vertellen. Je kunt stukken overslaan, je kunt dat pakken wat je interessant vindt. Nee, dat courtroom drama is heel interessant, juist voor een verhaal als dit. Mm-hmm. En dan zegt u, tuurlijk gaat u het dramatiseren, het wordt film, het wordt een tv-serie. Hoe gaat u de mensen benoemen? Worden dat herkenbare, te herleiden? Wordt het een sleutelserie voor ons? Nou, ik denk dat mensen zullen herleidbaar zijn. Ze zullen ook niet dezelfde naam hebben als ze in het echt hebben. En nogmaals, personages kunnen ook gecombineerd worden. Maar is dat ook voor de juridische aansprakelijkheid? Om andere namen te... Nee, dat is gewoon iets wat je eigenlijk altijd doet. Als je bewerkt voor drama, dan maak je dat soort keuzes. Mm-hmm. En dat moet ook wel, omdat je kunt ruwweg 60 bladzijden uit een boek verfilmen. Omdat beeld langer meer tijd neemt dan geschreven tekst. Maar is dat ook de reden waarom u zegt, ik ben eigenlijk helemaal niet zo bang voor juridische claims? Want ik maak een kunstwerk, ik dramatiseer iets. Ik bedenk iets weliswaar op grond van iets wat zich heeft voorgedaan, maar wat ook uit mijn gedachten had kunnen voortkomen als ik gewoon nadenk hoe rot de mensen in elkaar zitten. Hè? Dan kan je wel eens op een dergelijke zaak komen, toch? Nou ja, het verhaal is natuurlijk inspirerend. Inspiratiebron voor de film. En dat blijft overeind. Dat je het dan bewerkt, dat spreekt voor zich. Maar het heeft wel degelijk met die zaken te maken. Maar het staat dan misschien straks wel voor vastgoedfraude in het algemeen. En niet alleen specifiek voor die zaak. Heeft dit nog consequenties voor de verzekering van zo'n project? Ik bedoel, er is het nodige gebeurd. Hier gaan honderden miljoenen om. Het heeft te maken met de sprake van bedreiging en afpersing geweest in dat hele verhaal. Dat acteurs wel eens bedreigd kunnen worden. Nee, daar geloof ik niks van. Het is gewoon Nederland en die zaken zijn beslecht. Ik heb te veel thrillers gelezen. De laatste tijd heb ik dat zo vaak gehoord. Het is gewoon Nederland. We zijn de laatste jaren toch redelijk bedrogen uitgekomen. Ja. We zijn inderdaad namelijk heel gewoon een land in de wereld waar alles kan gebeuren. Dat is zeker waar. Maar in dit geval, zeker met zo'n gedramatiseerde bewerking, ben ik daar helemaal niet bang voor. Dat zou ook onzin zijn. Wat is nou het gecompliceerdste bij het aanpakken van zoiets? Nou, die selectie maken van personages, van verhalen. Hoe maak je daar een mooi lopend verhaal van 90 minuten? Dat is het moeilijkste op dit moment. En ook dat je de complexheid recht aan doet, maar dat je het wel kan blijven volgen. Ja, het moeten niet te veel cijfertjes worden. Net wat Vasco net zei over het boek. Dat geldt natuurlijk voor een televisiebewerking ook. Het moet aanspreken en niet te gecompliceerd zijn. Oké, en ik heb begrepen dat onze eigen VPRO al interesse heeft getoond, mocht dit allemaal ooit echt werkelijk doorgaan. En wij zijn in gesprek. Dat zeker. Ja, met een goede zin. We zijn in gesprek. Met namen worden genoemd. Heel goed. Paul Voorthuizen, heel veel succes en hartelijk bedankt. En Vasco van der Boon, journalist van het FD en een van de schrijvers, samen met zijn collega Gerben van der Marel van het boek De Vastgoedfraude. Hartelijk bedankt. Graag gedaan.